Mijn naam is Rob Jetten en ik mag de komende 3 jaar aan de slag als minister voor Klimaat en Energie. Het eerste wat ik morgen ga doen is natuurlijk kennismaken met alle fantastische mensen op het ministerie, maar vooral met hen het gesprek aan hoe we de komende paar jaar die enorme klimaatambities kunnen gaan waarmaken. We hebben de afgelopen jaren dankzij D66 al veel gedaan op klimaatgebied, maar het moet echt een paar tandjes steviger. En daar heb ik heel veel zin om met hen mee aan de slag te gaan. Iedereen die mij kent weet, ik werk veel hard en ik ben ook een tikje perfectionistisch. Dus het is voor mij heel belangrijk om ook af en toe lekker te ontspannen. En dat doe ik het liefst met sporten en onder andere hardlopen. Maar de mensen die me goed kennen weten, ik hou niet van hele lange afstanden. Dus max 10 kilometer vind ik echt meer dan genoeg. Het is voor mij als klimaatdrammer natuurlijk een hele grote eer om nu zelf als klimaatminister aan de slag te mogen. Er ligt heel veel werk. En wat mij betreft gaan we in deze 3 jaar echt laten zien dat Nederland, nu nog het vieste jongetje van de klas in Europa, echt straks bij de top behoort met ambitieus klimaatbeleid. Ik denk dat er nog heel veel oude wetten liggen die heel veel voordelen geven aan de fossiele industrie. Waar we snel van af moeten, zodat de groene, schone oplossingen echt het uitgangspunt worden. Voor mij was de afgelopen maanden best pittig. Na een prachtige verkiezingsuitslag heb ik met Sigrid samen maandenlang aan de formatietafel mogen zitten. Je werd er soms ook moedeloos van dat het zo lang duurde. Maar wij hebben de D66 kiezer beloofd, we doen het goed of we doen het niet. En dat was onze motivatie om toch weer elke dag urenlang aan die onderhandelingstafel te gaan zitten. Om er uiteindelijk een heel goed regeerakkoord voor D66 uit te slepen. Er zijn natuurlijk heel veel ministers waar je dan aan denkt, maar ik denk zelf in het bijzonder ook aan Jan Terlouw, een van de eerste echte groene ministers die Nederland ooit gehad heeft. Belangrijke dingen gedaan op het gebied van natuur en milieu. En ik mag nu ook nog af en toe bij Jan op de koffie komen voor wat tips en analyses van hem. Dat ga ik de komende tijd ook blijven doen, zodat hij mij af en toe wat goede ideeën kan meegeven voor dat ambitieuze klimaatbeleid van Nederland. Ik ben er heel trots op dat we de afgelopen jaren met de D66-fractie echt een heel nieuw en stevig verhaal voor D66 hebben weten neer te zetten. Met veel aandacht voor individuele vrijheid, kansengelijkheid en verduurzaming en de rechtsstaat. Echt weer als kernboodschap van D66. Dat lees ik nu ook terug in het coalitieakkoord en dat motiveert me om dat de komende tijd ook als minister stevig uit te gaan dragen. Dat was het. Ja? Ja. Oké. Okay.